ben hier wel heel erg onder de indruk allemaal. Ja, toch? Ja. Dat is toch juist leuk dit allemaal? Geweldig, joh. Ja. Ik ben hier naar het verzorgingshuis gegaan. Dat moest omdat mijn nieren het allebei niet doen. Daarvoor heb ik veel verzorging nodig. Ik voel me wel eens eenzaam. Zullen we gaan? Ja. Hebben jullie al spullen? Ja. Het is een bijzondere dag vandaag omdat ik naar Almere mag. Dat is heel leuk. Almere City is een club die verbindt de mensen. Dat spreekt mij gewoon bijzonder aan. En de tweede is het een historisch moment voor Almere. Ik ga samen met die studenten ga ik dit moment beleven. Goedemiddag. Het Janmaar Stadion is een eredivisiestadion. Ziet u deze hele mooie vlag? Ja. Nu mag u zo meteen het veld mee oplopen. De vlaggen worden tijdens de openingsceremonie gedragen door ouderen die zich eenzaam voelen. Zij worden bij de thuiswedstrijden van Almere opgehaald door onder andere studenten van de plaatselijke studentenvereniging om samen de wedstrijd te bekijken. Mooi dat Almere voor dit soort verbindingen zorgt en aandacht vraagt voor eenzaamheid tijdens deze historische wedstrijd. Ja, mooi hoor. Prachtig hoor. Waar gaan we nu naartoe? We hebben hele, hele, hele mooie plekken vandaag. Speciaal voor u. Ja, een groot feest. Het moet nu ook op basis van het spel gaan gebeuren in 34 speelrondes. Sadilek in één keer en dan doorkoppen. Wat een mooie goal. Ja, Prupper maakte. Ja. Een harde knal op goal. Oh. Voorgeven, flap, 0-2. Nou, het zal niet meevallen om te winnen hoor. Om thuispubliek te vermaken. Post probeert dat en het lukt. In zijn 100ste eredivisiewedstrijd maakt hij de allereerste voor Almere. Dit is geschiedenis. 1-4, dat zijn toch nog flinke cijfers in de nederlaag. De eerste eredivisiewedstrijd van Almere City FC zit erop. Danny Post. Danny. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, met? Ja, doelpunt. Maar met doelpunt denk ik. Ja, dat is de enige. Zeker. Ik heb wel iets moois. Wat is daarmee? Kijk, dat is een wedstrijdshirt. Ach god. Die is voor u. Heb je die voor mij meegenomen? Ja, zeker. Wat leuk man. Als voetballer ben je altijd heel erg gefocust op voetbal en van wedstrijd tot wedstrijd leven. En je vergeet soms zeg maar dat er dus mensen zijn die heel eenzaam zijn. Het doet wel echt iets met je. Tot de volgende keer. Dank je vriendelijk. Weer in het vak hier. De volgende keer zwaai ik eventjes. Wil je een foto nemen? Ja, ja? Gaan we doen. Vriendenloterij. Maatschappelijk partner Eredivisie.